Ik ben zo blij dat ik mezelf die reis gegeven heb van de intimiteit opzoeken met mezelf. De angst zien, de blokkades voelen. Ook weten waar het vandaan komt. En mezelf te kunnen observeren in het moment dat ik dus een inzicht kreeg van wow, maar ik ben gewoon helemaal strak als ik geknuffeld of omhelst word of een kus krijg van iemand. Hoe zou ik het dan willen? Nou, ik zou het wel zo willen. En dan hebben we weer een reis en dan hebben we weer een nieuwe liefdespartner of een date of iemand waar we een paar maanden mee daten. En dan moeten we het weer opnieuw vertellen. Hè? En ik kon het ook niet vertellen. Ik kan dat nu heel helder vertellen tegen Wichert beneden. Ik wil geknuffeld worden. Dat is voor mij heel belangrijk in een liefdesrelatie. Knuffelen. En dat kan ik ook zo zeggen. Het is ook om te kijken in een liefdesrelatie of die ander ook dat kan geven. En dan kom je op bijvoorbeeld dat de ander het niet kan geven. De ander bang is om het te geven. Want de ander is bang, want die voelt zich ongemakkelijk. Of die schaamt zich. Of die vindt het kut. Of die vindt het moeilijk. Of die wordt bang om te knuffelen in het openbaar of ergens. En dan stopt diegene. En dan gaat het er dus om of je er allebei bij kan blijven en kan zakken naar, hé, maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? En dat dus de man of de vrouw kwetsbaar kan zijn en kan zeggen, ik voel me zo ongemakkelijk bij. En misschien kan huilen en kan zeggen, ik heb dit gewoon niet gehad vroeger. Hè? Wat ik dus ook gedaan heb. Ik heb dit niet gehad vroeger. Ik vind het heel ongemakkelijk. Ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Ik werd niet echt geknuffeld. Dat was er niet. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. En dat de ander dan kan zeggen, het is oké. Weet je wel? We zijn hier met z'n tweetjes. En misschien kan ik jou wel inspireren met mijn persoonlijke reis. Die ik al doorleefd heb. 15 jaar geleden. Of weet ik veel hoe lang. En misschien haak je dan wel aan. Samen met mij. En dat knuffelen. Misschien over een jaar of over 2 jaar. Hè? Hoeveel tijd en ruimte jij nodig hebt in je eigen persoonlijke ontwikkelingsreis. En ik ben hier, het is oké. Maar kunnen we dan wel alsjeblieft deze gesprekken houden? Zodat ik als vrouw zijnde de verbinding met jou kan blijven voelen. En dat ik weet dat we op dezelfde intentie varen. Om onze liefde naar een ander niveau te brengen. En ik ben er voor je bent. En als je bang bent om te knuffelen. En ik ben er voor je als je er doorheen wil gaan. En ik ben er voor je om als proefpersoon te fungeren onder de douche. Tijdens het ontbijt. Tijdens de wandelingen. Tijdens het samen zijn van elkaar. Ik ben er. Maar ik wil je wel vragen of je er doorheen wil gaan. En niet wil stoppen. Als je stopt, zeg je nee tegen de liefde. En zeg je nee tegen mij. Want ik ben de liefde. Ik ben een uiting van liefde. Jij bent de uiting van liefde. Zeg alsjeblieft geen nee tegen de liefde. Daarin stopt de liefde in de relatie. Daarin stopt de liefde in mij. Daarom wordt er een cementlaag over me heen geplaatst. En wordt het allemaal zo hard en strak. En niet zo fijn. Zeg geen nee tegen de liefde. Ook al ben je bang. Samen kunnen we het allemaal aan. Ook alleen kan je het aan. Vraag om hulp. Lieve man of lieve vrouw. Ik ben er voor jou. Ik had voor je gekozen een half jaar of een jaar of een paar jaar geleden of vorige maand. Het is oké om bang te zijn. Ben ik namelijk ook. Ik ben ook bang. Ik ben ook bang geweest waar je bent. Maar weet je wat? Jij of zij bent een vent. We kunnen dit samen aan als we allebei in de liefde blijven staan. Ik heb mijn hart zo mooi herwonnen. Ik heb hem aan jou gegeven zodat we er samen in konden wonnen. Zullen we dan samen weer verder gaan met die intentie van groei. Met een open blik om in de toekomst te staan.